gekozen door jullie papa's en mama's, ooms, tantes, neven, nichten. Iedereen die ouder is dan, wanneer zou je mogen stemmen? Gastles, dat houdt in dat ik eerst naar school ga, iets vertel over de politiek, dat ik iets vertel over de gemeente, wie de burgemeester is, hoeveel raadsleden we hebben, wat de taken zijn, hoeveel geld dat we uitgeven en. En we oefenen vast een debat, want een debat is natuurlijk wel hartstikke leuk om te doen. Daarna, dan ontvang ik, een week daarna ongeveer, ontvang ik de kinderen hier op het stadhuis. En dan gaan we een rondleiding doen, kijken of dat er de burgemeester is, of we zijn ambtsketen anders kunnen hebben, of dat er een wethouder is. En dan eindigen we hier met een echt serieus debat en aansluitend wie de slimste is van de klas. Kunnen zwemmen voor zijn of haar toekomst, want later moet je dat ook kunnen doen. Wij zijn het er ook mee eens, want kinderen, of ze niet allemaal zijn, moeten ook goed kunnen zwemmen. Oh, zielige kinderen allemaal. De meeste kinderen hebben gewoon zijn zwemdiploma al, voorzitter. En dan gaan we dan nog een keer allemaal geld aan uitgeven. Dank u wel, voorzitter. Nou, we kijken niet naar ons, maar we kijken naar de mensen die geen geld hebben. Dus je zegt misschien dat heel veel kinderen een zwemdiploma hebben, maar dat geldt niet voor de mensen zonder geld. Ja, ik vind het wel leuk. Het is ook een keer iets anders dan op school. Ik vind het echt superleuk en ik weet niet waarom, maar ik overweeg in een keer om later ook misschien woordvoerder te worden, want ik vind het leuk om te discussiëren, maar ook weer om andere meningen te horen. Ja, ik vond het ook wel interessant dat we allemaal dingen te weten kwamen over de gemeente en dan debatteren en zo. Als je dus kijkt hoe democratisch of hoe ondemocratisch dat we zijn tegenwoordig. We hebben net de verkiezingen achter de rug en nog geen 50% van de mensen gaat stemmen. De kinderen hebben dus de toekomst. En democratisch gezien, denk ik, als die kinderen het hier leuk vinden, als die kinderen het begrijpen waarom dat je moet gaan stemmen, dan denk ik dat we hier in dit huis van de democratie een heel eind komen. Gefeliciteerd, Matt. Je bent de slimste van de hele klas. Ja. Ja? Dank je wel.